Het college van burgemeester en wethouders van Peelemaas heeft ingestemd met het inrichtingsplan van de kern in Meijel. Dat betekent dat de Peel ook echt zichtbaar wordt in de dorpskern. Het project kost zo'n 2,5 miljoen euro en moet Meijel aantrekkelijker maken voor ondernemers, forensen en toeristen. We hebben in het afgelopen jaar in toenemende mate duidelijk gekozen voor het neerzetten van een markant Peelbeeld. Dus focus en investeren op met name de Peelelementen, dat was prioriteit nummer 1. Daar heeft toch wel veel tijd en discussie en energie gekost om die uit te werken als zodanig. Maar het is gelukt. De eyecatcher voor de vernieuwde dorpskern wordt de Peelfontein op het Raadhuisplein. Een forse investering met een muzikale twist. In de contouren, in de beranding van Kort en Staal zal waarschijnlijk de tekst van het lied van Rauwe Herzen, de Peel in brand, worden uitgesneden, gesymboliseerd. We zijn daar al in overleg met Rauwe Herzen om daar toestemming voor te krijgen. En door middel van verlichting, die met de zon, als de zon ondergaat, van geel langzaam naar rood gaat, verlichting rondom die fontein, zullen we dus daadwerkelijk kunnen zien dat die Peel inderdaad in brand gaat staan. Naast de fontein komen er lichtmasten in de vorm van wuivend riet. En wordt er een knuppelbruggetje aangelegd die de Dorpstraat met de Truijenhof verbindt. Ook zijn turfveldjes op diverse plekken in het plan opgenomen. Gestapelde turfblokken, aangevuld met beplanting uit de Peel, versterken de Peelse uitstraling in de straten. 6 van die Peelveldjes, allemaal verschillend, allemaal specifiek uniek ontworpen. Deze blijft ongeveer op deze plek zitten met in het midden op dat zandpad het reizend gezag. Aan het Raadhuisplein komt een pleintje waarin we in het midden de turfsteker, die nu nog bij de Rabobank staat, gaan plaatsen. En aan de andere peelveldjes die krijgen aparte ontwerpen, waarbij ook unieke peelbanken zullen worden geplaatst, die ontworpen zijn door Studio Bom, Archief van Bommel. Deze zetmeubels gaan er zo uitzien en hebben een sterk Peels karakter. Hetgene wat je hier ziet is het eenpersoons zitobject. Het is eigenlijk al een mooi object om te zien maar wat de mogelijkheid biedt tot zitten. En het is dus gebaseerd op het stapelen van turf. De herinrichting start rond april, mei. In november moeten de werkzaamheden klaar zijn, zodat in 2016 de feestelijke opening kan plaatsvinden.